Volkskrant bracht afgelopen week een inventarisatie naar buiten van winsten en verliezen bij clubs in de Vaderlandse Eredivisie. Door een boekhoudkundige truc kwam NEC hierin naar voren met een winst van 1,5 miljoen euro. Positief nieuws dus, zo lijkt het. Maar wat houdt die boekhoudkundige truc in? En is NEC nu weer helemaal boven Jan? Hoogste tijd om uitleg te vragen aan algemeen directeur Jacco Zwart. De winst is wat kunstmatig. Dat hebben we ook al uitgebreid gecommuniceerd. We hebben afgelopen seizoen een lening omgezet in een eenmalige bate. Dat was een lening vanuit het investeringsfonds aan NEC. Dat was een bedrag van 5 miljoen euro. Dus als ik heel eerlijk ben, dan zou je dat van de winst moeten aftrekken. Dan zou je terechtkomen op een verlies van 3,5 miljoen euro. Nou, dan zouden we prima passen in het rijtje van de vele clubs die grote verliezen hebben gemaakt. Maar ook dat mag ik dan wel weer een klein beetje nuanceren. Want van die 3,5 miljoen euro, daar zit een bedrag in van 1,5 miljoen euro aan afschrijvingen. Resteert 2 miljoen euro en dat is echt ons operationele verlies. Dus het verschil tussen wat wij aan inkomsten hebben gekregen vorig seizoen en aan uitgaven hebben gedaan. Dus we hebben 2 miljoen euro meer uitgegeven dan dat we binnen hebben gekregen. Oké, en wat was dan precies die boekhoudkundige truc waardoor je toch op 1,5 miljoen euro winst uitkomt? We zijn in 2008 begonnen met een nieuw investeringsfonds. Daar zit 5 miljoen euro in. Dat stond tot nu toe in de boeken van NEC als een lening. En dat is omgezet naar een eenmalige extra inkomsten. Dat mag. Dat is voor ons ook voor onze vermogenspositie is dat prima en is dat aantrekkelijk om te doen. Dat houdt in dat we dus één keer een enorme grote inkomstenbron hebben gekregen, 5 miljoen euro. Maar dat is geen nieuw geld geweest, want dat is geld geweest wat we al lang hadden gekregen in 2008 en verder, dat die lening is opgebouwd. En dat is in feite, ja, om het allemaal even populair te zeggen, een boekhoudkundige truc die volledig is toegestaan, maar die maakt de cijfers wel mooier dan dat ze in werkelijkheid zijn. Oké, en heeft dit nog gevolgen voor die beruchte, inmiddels beruchte categorie-indeling van de KNVB? Nee, want deze cijfers die hadden wij volledig geprognotiseerd op het moment dat we ons plan van aanpak hebben ingeleverd. En men kijkt wat dat betreft meer naar het operationele resultaat, naar je liquiditeitspositie, dan dat men kijkt naar het netto-resultaat. Het operationele resultaat was dus 2 miljoen negatief. Het netto-resultaat 1,5 miljoen euro positief en de liquiditeitspositie beroerd. Dus dat heeft geen extra punten opgeleverd voor ons ratingssysteem, waardoor we nog steeds in categorie 1 zitten. Maar dat was ook conform ons plan van aanpak. Was het ook niet mogelijk en hadden we het ook zeker niet gedacht dat we nu in categorie 2 qua puntenscore terecht zouden komen. En hoe ziet nu de nabije toekomst daaruit, financieel gezien? Nou, we hebben onze liquiditeit op orde gebracht met een tweetal transacties. De ene transactie is de transactie geweest met de gemeente over de Eendracht. De andere transactie is met een Engelse investeringsmaatschappij die een deel van onze seizoenkaartinkomsten voor de komende jaren op voorhand hebben gefinancierd aan de NEC. Dus dat geeft rust voor de korte termijn. Maar we moeten geweldig op onze tellen blijven passen en zorgen dat we onze kosten in de greep houden. Dat we onze inkomsten op niveau houden en dat we daardoor stapje voor stapje de komende jaren financieel structureel gezonder gaan worden.